allemaal. Wat is een peer-to-peer economie? Dat is een eenvoudige vraag, het antwoord is iets moeilijker. Peer-to-peer en peer-to-peer economie zeker is een vrij recent begrip. En zoals met alle recente begrippen is er nog geen consensus over een definitie. Hetzelfde geldt voor sharing economie, waar ik onderzoek naar gedaan heb. Het was ploeteren om daar van verschillende definities iets samen te sprokkelen. Ik ga de poging hier niet doen om voor peer-to-peer economie een definitie te geven, zeker gezien de beperkte tijd. Ik ga wel proberen om het iets wat te kaderen. Zoals net in de inleiding al gezegd, er zijn heel veel termen die te pas en te onpas gebruikt worden in combinatie met of als vervanging voor peer-to-peer economie. Van vele van deze termen kan gezegd worden dat ze meerdere zaken omvatten, dat ze meerdere fenomenen omvatten die allemaal aan het opkomen zijn, waar dat een sterke evolutie in zit. In die context zijn er mensen die zeggen van ja, het is een umbrella term, het is een paraplu-begrip om een aantal fenomenen in onder te brengen. Dat er evolutie in zit, is gebleken uit mijn onderzoek naar de sharing economy in België, waarbij dat ik een hele reeks bedrijven en initiatieven bevraagd heb. Wat we daaruit kunnen afleiden is dat er hier links niet alleen een sterke groei is in het aantal initiatieven, en dat kan dan zijn start-ups die in die sfeer iets aan het doen zijn, of nieuwe ledsgroepen waar vandaag ook over gaat gesproken worden. Dus links het aantal initiatieven en rechts het cumulatief aantal leden van al die organisaties. In die zin volgt dat internationale trends of trends in andere landen, zeker in de Anglo-Saxische wereld, ook Nederland, die er al iets verder in staan. Dus de verwachting is dat die tendensen zich zullen voortzetten. Dus als het vandaag nog niet belangrijk is, zal het dat morgen zeker worden. Peer-to-peer. Wat is peer-to-peer? Ik ga het proberen kaderen door eventjes te praten over computernetwerken. Want het is in een terminologie van computernetwerken dat het begrip peer-to-peer voor het eerst echt populair geworden is. Peer is Engels voor gelijke. Ik ga daar direct verder op ingaan. Ik ben in een vorig leven nog informaticus geweest en ben met netwerken bezig geweest. En in de eerste cursus over netwerken hebben we geleerd dat er verschillende typologieën netwerken zijn. Zo is er een gecentraliseerd netwerk en je kunt dat bekijken zowel op fysisch niveau, waarbij dat elke lijn daar een kabel is langs waar dat communicatie gebeurt. En die kabels zijn allemaal verbonden met een hub of een naaf, hè, als je het met een wiel vergelijkt. Maar ook op niveau van applicaties werkt dit concept. Centralized wordt ook wel client-server genoemd of hub en spoke. Er zijn verschillende termen. Het principe is dat men altijd langs een centrum moet passeren om tot een ander te geraken. Een tweede type netwerk zijn gedecentraliseerde netwerken, waarbij dat de knooppunten ontdubbeld zijn. Knooppunten worden redundant gemaakt en vaak synchroniseren de knooppunten met elkaar en kan je dus op meerdere plekken terecht voor het verkrijgen van informatie of verbinding te krijgen met een andere node. In een gedistribueerd netwerk is er geen centraal punt meer. Alles is met alles verbonden. Hetzelfde principe kunnen we toepassen op organisatiestructuren uit de bedrijfswereld. McDonald's bijvoorbeeld heeft een centraal gezag. Alles wordt daar centraal beslist. De grootte van de friet, de 12 ingrediënten die in de frieten moeten zitten. Dus er is weinig vrijheid voor speling. Iedereen doet exact hetzelfde. Bpost is ook een bedrijf dat centraal aangestuurd wordt en er is niet veel beslissingsmacht in de postkantoren. In een gedecentraliseerd organisatiemodel ligt dat al iets anders. SAPA is een heel grote speler in de aluminiumwereld. Bestaat uit meer dan 100 verschillende bedrijven in de groep. Een van die bedrijven hier niet zo heel ver vandaan is Remy Claes. Remy Claes kan zelf beslissen wat hun strategie is voor bedrijfsvoering. Zij zijn helemaal niet voor alles afhankelijk van wat er op groepsniveau beslist wordt. En zij leveren aan
andere businesses zoals Steel of andere. Ook in B2C, business to consumer, zien we bijvoorbeeld bij de Colruyt Groep dat daar verschillende entiteiten onder zitten. En Dream Baby bijvoorbeeld, een van de bedrijven van de Colruyt Groep, is helemaal niet voor alles afhankelijk van wat dat er in het Centraal Bureau in Halle beslist wordt. Zij kunnen zelf autonoom een strategie uitwerken, beslissingen nemen en die ook gaan uitvoeren. In een peer-to-peer context ligt dat helemaal anders. En gaan we vrij radicaal afwijken van de traditionele organisatiestructuren. Net omdat iedereen gelijke is, elke speler op vlak van computernetwerken zowel client als server kan zijn. En die filosofie, toegepast op bedrijven, zorgt voor een speciale dynamiek. Er is met andere woorden geen centrale controle meer, geen centraal beslissingscentrum. Heeft een aantal voordelen, een aantal nadelen misschien ook. Voorbeelden die daarop staan, Airbnb is een platform waarbij mensen die een kamer te veel hebben, of een aantal extra kamers hebben aangeschaft, zoals tegenwoordig ook wel gebeurt, die de kamer ter beschikking stellen van anderen en vormt dus een alternatief voor de traditionele hotelsector. Tapas, er zijn andere voorbeelden, Degage, zijn voorbeelden van wat men peer-to-peer autogebruik of autoverhuur noemt. Dus in plaats van bij Avis of Hertz een auto te gaan huren, ga je huren bij je buurman. En je wordt in verbinding gesteld met je buurman via dat platform. Wikipedia en Wikispeed, twee wikis, maar wel verschillend. Wikipedia gaat over kennis, een encyclopedie die door heel veel verschillende mensen wereldwijd is opgesteld en vandaag de dag tot de meest accurate encyclopedie ter wereld behoort. En Wikispeed, waar Jean-Lief ook wel iets over gaat vertellen later vandaag, waar mensen samen een auto ontwerpen. En we gaan zien hoe goed dat verloopt. Nu hoor ik sommige mensen denken, ja, maar ja, iedereen is gelijk. Iedereen neemt zelf zijn eigen beslissingen. Die vlieger gaat toch niet helemaal op. Hè? En in het voorbeeld van Airbnb bijvoorbeeld. Airbnb neemt een bepaald percentage van het boekingsbedrag. Uber, vandaag ook al vernoemd, gaat daar nog iets verder in en stelt centraal zijn prijzen. Dus de Uber-chauffeurs zelf kunnen niet zelf hun prijzen bepalen. Ja, dat is toch een beetje meer dat gecentraliseerd model. En dat is inderdaad zo. In realiteit is het dikwijls noodzakelijk om een beetje een hybride model te hebben, als je wil, tussen peer-to-peer, waar iedereen gelijk is, en een gecentraliseerd model. Waarom? Omdat er platformen nodig zijn die mensen met elkaar in verbinding stellen. En dus is de vraag, staat peer-to-peer dan niet eerder voor peer-to-platform dan peer-to-peer? Ik wil dit er eventjes bij betrekken. Het is een onderzoek dat in 1992 gepubliceerd geweest is door ene Dunbar. En die heeft onderzoek gedaan naar de grootte van de hersencapaciteit van primaten en de impact daarvan op de grootte van de groep. En die heeft een correlatie gevonden tussen beide. Met andere woorden, hoe meer hersencapaciteit, hoe groter de groep van een bepaalde gemeenschap kan worden. Een van zijn bevindingen was dat bij mensen de gemiddelde maximumgrootte van een gemeenschap op 150 personen ligt. Meer dan dat kunnen wij blijkbaar niet aan. En dat is al een gemiddeld maximum. Met 10 mensen of 20 mensen is dat nog vrij gemakkelijk om ad hoc door verbale communicatie samen te werken en regeltjes af te spreken of zichzelf te vinden in de andere en eigenlijk zonder al te veel regels tot de samenwerking te komen. Hoe groter dat aantal, hoe meer regels, methoden, processen, tools dat er nodig zijn om dat te faciliteren. En dus als we dat naar de peer-to-peer economie trekken, Airbnb heeft tienduizenden kamers wereldwijd, tienduizenden leden. Veel van die platformen hebben heel veel leden.
Dus dan wordt die technologie wel echt een noodzaak en ook een belangrijke drijfveer voor die peer-to-peer platformen. Dus met andere woorden, is peer-to-peer iets nieuws? Waarschijnlijk niet, maar de reden waarom dat we die sterke evolutie zien, dat is voor een groot deel te wijten aan het feit dat technologie volwassen wordt. We hebben immers niet alleen sociale netwerken, we hebben ook online trust- en review-systemen. We hebben internet dat sneller wordt en dat betrekkelijk betaalbaar wordt voor steeds meer en meer mensen. Dus al die technologische drivers maken mee dat peer-to-peer belangrijk aan het worden is. Maar technologie is niet alles. Met enkel de technologie te bekijken, verklaren we nog niet het concept of het succes van peer-to-peer en van de peer-to-peer-economie. Het tweede puntje dat daar staat, wat ook al eventjes aangehaald is, dat uit onderzoek blijkt dat er in verschillende landen, Nederland, Duitsland, Spanje, Frankrijk, Amerika, Engeland, in al die landen zijn er onderzoeken gebeurd. En die zeggen allemaal hetzelfde, namelijk dat de jongere generatie minder begaan is met status gepaard aan bezit. Er zijn uitzonderingen zoals de iPhone, maar over het algemeen is het voor meer en meer jongeren niet meer nodig om bijvoorbeeld een auto te hebben of om andere zaken te hebben. De ervaring wordt belangrijk en de toegang tot. Dat is ook een van de drijfveren achter peer-to-peer. Kostenbewustzijn. Als je kunt kiezen tussen €150 per nacht betalen om in Londen te verblijven, per persoon, of een kamer te huren voor twee personen aan €79, dan is de keuze voor veel mensen rap gemaakt. De socio-economische crisis heeft dit aspect nog versneld natuurlijk. En dan onder de stippenlijn een aantal ethische of morele factoren die ook meespelen. Meer mensen worden zich meer bewust van een aantal zaken, onder andere rond milieubewustzijn. Daar gaat het voornamelijk over het efficiënt gebruiken van materialen, een beetje het zich afzetten tegen een wegwerpcultuur. Dus als ik iets kan gebruiken van mijn buurman waarvan dat ik weet dat ik het toch maar één keer per jaar nodig heb, dan ga ik eerder daarvoor kiezen, ook uit milieubewustzijn, in plaats van een goedkope prul te gaan kopen in de dichtstbijzijnde winkel. Ook naar sociaal verantwoordelijkheid. Tegenwoordig staat bijvoorbeeld het maken van kledij in erbarmelijke omstandigheden hoog op de agenda en krijgt meer en meer aandacht. Er is zo'n filmpje verschenen waarbij mensen de vraag gesteld wordt: zou je voor, ik denk dat €19 is of zo, dit kledingstuk kopen? En ze zeggen allemaal ja. En dan wordt er een video getoond van hoe dat gemaakt wordt. En dan is er toch wel een groter deel van de mensen die daar nee op antwoordt. Dus ook daar een groeiend bewustzijn wat meespeelt. En last but not least, een geloof in de commons. Opnieuw een begrip dat niet zo heel makkelijk te vertalen is. En dat een redelijk breed gala van zaken bevat. Over het algemeen gaat het dat mensen beginnen in te zien dat privéfirma's of de staat, dat dat niet de enige twee mogelijkheden zijn om een gemeengoed te beheren. Dat ook burgers, als zij zich verenigen, gemene goederen kunnen beheren, mits voldoende afspraken. Wat zijn gemene goederen? Dat zijn niet alleen oceanen of stukken land of gelijk wat. Dat gaat hem ook over het internet bijvoorbeeld, dat als gemeengoed gezien wordt. Dat gaat hem ook over het radiospectrum. Onlangs is er in Amerika een beslissing gevallen dat het radiospectrum geen privébezit mag zijn, maar dat dat een gemeengoed is en dat dat dus op een andere manier moet beheerd worden dan dat privébedrijven dat zouden beheren. En zo groeit eigenlijk de lijst van gemene goederen die aanzien worden als hier zit wel een mogelijkheid in om dat beter te beheren dan dat de staat dat zou kunnen doen of dat privébedrijven dat zouden kunnen doen. Speelt ook helemaal in de kaart van peer-to-peer economie, omdat via een peer-to-peer modellen die mogelijkheid begint te bestaan om zaken anders te gaan beheren. Peer-to-peer versus peer-to-platform. We hebben het al eventjes gehad over het feit dat Uber misschien niet echt begaan is met de zaken die onder de stiplijn staan, vandaar dat de stiplijn er staat.
En er zijn andere bedrijven die zich daarbij aansluiten. Dus afhankelijk aan welke instantie of aan wie dat je het vraagt, ga je verschillende antwoorden krijgen over waarom doen jullie het. What is in it for me? Er zijn bedrijven die puur winstgedreven zijn en die een intellectuele eigendom beschermen. Denk aan algoritmes die nodig zijn om mensen met elkaar in verbinding te stellen. Die competitief zijn, in een vrije markteconomie zitten, die met een centraal bestuur zitten. En die eigenlijk zeer snel kunnen groeien omdat ze producten of zaken, denk aan leegstaande kamers of auto's die ongebruikt op de oprit staan, binnen de vrije markt kunnen trekken, zonder dat ze daar zelf in moeten investeren. Het is één ding om 100 wagens aan te kopen als bedrijf, om een taxibedrijf te starten en uw licentie aan te kopen. Het is iets anders om aan 100 mensen te vragen, mag ik uw auto gebruiken voor niks? Dat is veel makkelijker. Dat heet commodificatie. De communificatie is daar dan het tegenovergestelde van. Dat gaat hem dan eerder over, laat ons samen 100 wagens gaan beheren en die zo efficiënt mogelijk inzetten met goede afspraken. Vaak gekenmerkt door een collectief beheer, met inspraak, samenwerking, open toegang in plaats van bescherming van eigendomsrechten en voornamelijk impactgedreven. Vandaar dat je soms ziet in bepaalde titels van publicaties of artikels sharing is caring en soms ziet je ook sharing is not caring. En dat doelt op die twee verschillende manifestaties van sharing economy of van peer-to-peer initiatieven of bedrijven. Een beetje over het potentieel, wat betekent dat nu voor de maatschappij? De meeste literatuur gaat uit van het potentieel op deze drie gebieden. Dus op vlak van duurzame ontwikkeling, waarmee dan duurzame consumptie en duurzame productie bedoeld wordt. Op vlak van sociaal kapitaal en op economisch vlak. Deze twee ga ik niet al te veel inzoomen. Andere sprekers gaan daar iets over zeggen. Geert gaat iets zeggen over sociaal kapitaal of hoe dat mensen die via zo'n platform met elkaar in verbinding gesteld worden, nieuwe connecties opdoen, hun buren beter leren kennen, gelijkgezinden ontmoeten, misschien eerst in de digitale wereld en dan in levende lijven. En die dus sociaal sterker beginnen staan, een breder sociaal draagvlak beginnen hebben. Sustainable development, wanneer dat producten gedeeld worden, zijn er minder producten van nodig. Een wagen die gedeeld wordt, die optimaal gedeeld wordt, kan 9 tot 12 andere wagens vervangen. Dat betekent heel wat naar CO2-uitstoot, naar efficiënt gebruik van natuurlijke hulpbronnen. En indirect gaat dat ook een impact hebben als die trend zich verder zet op duurzame productie. Wanneer dat een toestel, een grasmaaier of een verticulteermachine, bij manier van spreken elke dag draait gedurende het seizoen, gaan de eisen voor dat product hoger worden. En gaan fabrikanten daar misschien, hopelijk, op inspelen door producten te maken die langer dan 2 jaar meegaan. Economisch. Economisch zijn er twee kampen. We hebben daarnet die twee fietsers gezien die in tegenovergestelde richting uitgaan. We hebben de waarden of de drivers boven de stippenlijn die meespelen in het succes van de peer-to-peer-economie. En we hebben die morele drivers onder de stippenlijn die ook meespelen, wat ook aangetoond is dat ze belangrijk zijn. Op dezelfde manier kunnen we dat doortrekken naar economische impact. In het eerste geval, de bedrijven, de platformen die actief zijn om voornamelijk winst te maken en die dus nauw aansluiten bij traditionele businessmodellen, daarvan wordt gezegd van ja, het gaat snel en die bedrijven die gaan bijdragen tot het bruto nationaal product en tot de economie zoals dat we ze kennen. Er zijn een aantal krantenkoppen en dat zijn grote cijfers. Het gaat hem over veel geld. Die bedrijven zitten in een vicieuze cirkel, zou je kunnen stellen, van grote kapitaalinjecties, extreem snelle groei, omdat ze niet moeten investeren in eigen middelen, of toch veel minder. Hè. Geen 100 taxis aankopen, geen 10.000 hotelkamers aankopen, maar diegene gebruiken die er al zijn en die het bezit zijn van anderen. Dus omdat ze daar niet in moeten investeren, groeien ze zeer snel en omdat ze zo snel groeien,
en zoveel markt wegknabbelen van de traditionele sectoren, trekken ze ook heel veel kapitaal aan, waardoor dat ze nog sneller kunnen groeien. Een voorbeeld daarvan, en dit zijn nu cijfers van december vorig jaar. Ik heb deze week een tweet zien passeren waarbij dat die 13 miljard dollar die Airbnb waard is, al moet opgetrokken worden naar 20 miljard dollar. Dat is op een half jaar tijd. Dat is ongezien in de traditionele economische modellen. Een voorbeeld van een hotelgroep, de Hilton Group, bestaat nu 95 jaar, hebben 685.000 kamers in 92 landen en zijn ongeveer 24 miljard dollar waard. Daar hebben ze 95 jaar, dus bijna een eeuw voor nodig gehad om dat te realiseren. Airbnb bestaat 6 jaar en een beetje, hebben meer kamers, het zouden er waarschijnlijk ondertussen al meer zijn dan 1 miljoen, zitten in meer dan 190 landen en zijn dus ondertussen bijna evenveel waard dan de Hilton Group. Dus dat zegt iets over hoe snel dat die ontwikkelingen gaan, hoe snel dat die markten gemijnd worden, zal ik maar zeggen. En als je dat doortrekt naar morgen en overmorgen, betekent dat wel iets. Die bedrijven worden niet voor niets disruptief genoemd in de sectoren waarin dat ze actief zijn. De muzieksector is eerst gekomen. Dit is nu de hotelsector die gedisrupteerd wordt, als ik het zo mag zeggen. De taxisector zit eraan te komen. In New York, waar Uber heel actief is, hebben de taxibedrijven vorig jaar 65% minder ritten gedaan. Dus dat is significant. En er wordt gezegd van andere sectoren dat er ook een soortgelijke disruptie zit aan te komen. De verzekeringssector, het sector van het lenen, financiële sector dus, onderwijs ook, enzovoort. Dat is het eerste scenario. Het tweede scenario is radicaal anders. De voorbode van een postkapitalistische maatschappij. In dit scenario wordt er gezegd dat heel de sharing-economie of die peer-to-peer-economie eigenlijk niet meer is dan een stuiptrekking van een economisch systeem waarvan dat de versheidsdatum al overschreden is. Professor Rotmans, Nederlandse professor in transitiekunde, die niet anders doet dan transities van het ene systeem naar het andere systeem bestuderen, die stelt dat centrale systemen niet meer gaan nodig zijn voor geld, data, kennis, zorg, muziek, energie, films, verzekering, boeken, reizen, educatie en waarschijnlijk nog andere zaken. En zijn favoriete quote is dat we niet leven in een tijdperk van verandering, maar in een verandering van tijdperk. Als die trend zich doorzet, zegt men, gaan we op een zeker moment komen als maatschappij tot een paradigma-shift. De wereld zoals we die kennen, het socio-economisch systeem waarin dat we allemaal zijn opgegroeid, gaat niet langer op die manier bestaan. Het gaat een heel andere realiteit worden waarin dat we wakker worden en die op de dag van vandaag zeer moeilijk te beschrijven valt. Wanneer gaat dat gebeuren? De meningen lopen uiteen. In welke mate gaat dat gebeuren? 100% of maar ten dele? Ook daar lopen de meningen uiteen. Sommigen zeggen dat de traditionele economie gaat blijven doorbestaan, de vrije markteconomie. En zolang dat bedrijven zich aanpassen aan de veranderende consumentenbehoeften, loopt het wel los. Zijn er anderen die zeggen, het zal uiteindelijk tot een vervanging leiden. Hè, en het gaat voor een aantal jaren gelijk lopen. Er zijn er die zeggen, het gaat heel disruptief zijn en we gaan moeilijke jaren tegemoet. 3 op 5 bedrijven gaan failliet gaan door deze fenomenen. 3 op 5. Denk aan het aantal jobs dat daarmee gepaard gaat. Denk aan de impact dat dat heeft op sociale zekerheid enzovoort. En het zal waarschijnlijk zo zijn in dit scenario dat de systemen zoals we ze kennen, sociale zekerheid, verzekering, alle systemen, niet tijdig gaan voorbereid zijn. Dus we gaan daar met een periode zitten die die moeilijk gaat zijn. En dan zijn er anderen die zeggen van eigenlijk is het een volledig hopeloze zaak, de traditionele economie. Het wil niet zeggen omdat die bedrijven die nu zo heel snel groeien en nu heel veel waarde uit die commodificatie kunnen trekken, uit die nieuwe economische modellen, die peer-to-peer modellen, dat gaat verbleken bij de waarde die ze gaan verliezen wanneer dat deze tendensen zich doorzetten.
Zo, en met deze positieve noot eindig ik de inleiding. Ik hoop dat een beetje de verschillende denkwijzen en de verschillende schools of thought, gelijk dat ze zijn, gekaderd heeft. En ik kijk met u mee uit naar de volgende sprekers.